In de dagen na het per ongeluk neerschieten van een passagiersvliegtuig door Iran zijn mensen in Teheran de straat op gegaan om te protesteren tegen het regime. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft het ongeluk kunnen gebeuren door het avonturisme van de Amerikaanse president Donald Trump. Daarmee doelt hij op het doden van de Iraanse generaal Qasem Soleimani door een Amerikaanse luchtaanval. Maar demonstranten in Iran hebben zich opnieuw tegen het regime gekeerd, nadat er eind vorig jaar al protesten uitbraken. Naar schatting kwamen meer dan 1000 mensen om. Het elitekorps van de Iraanse revolutionaire garde heeft de reputatie genadeloos op te treden in Iran. Demonstranten roepen om het aftreden van Ayatollah Khamenei, de religieuze leider van het land. Veel demonstranten hebben geen boodschap aan het anti-Amerika en Israël-sentiment dat het regime probeert te voeden. Maar wie zijn die mensen die tegen het regime protesteren? We vragen het aan twee uit Iran gevluchte vrouwen. Daria Safai vluchtte in 1999 naar België. Ze is tandarts en actief voor de Belgische partij N-VA. Roya Hakakian is dichter en journalist. Zij vluchtte in 1985 van Iran naar de VS. Beide vrouwen groeiden als kind op na de revolutie van 1979, toen het land een islamitische republiek werd. Safai herinnert zich nog de dag dat haar leven als meisje veranderde. Het begon met de verplichte hoofddoek op 6-jarige leeftijd. Maar daarna volgden al die andere gedragscodes, zoals ik mocht niet meer luid op lachen. Een glimlach moesten wij gewoon doen zonder onze tanden laten zien. We mochten niet meer fietsen rond de leeftijd van 11, 12. Want een geslachtsdeel van een vrouw mag niet in contact komen met de zadel van een fiets. Wij werden elke dag opnieuw gereduceerd tot ons geslachtsdeel. Jongens van familie konden wel in de zee gaan zwemmen in de zomer, dat zo heet was. Wij moesten bedekt naast de zee gaan zitten en kijken hoe de anderen genieten van het leven. Roya zat in de puberteit tijdens de revolutie. Ze werd geïnspireerd door de revolutionaire en de gedichten die zij schreven. Maar al snel kwam ze erachter dat de verdrijving van de Shah niet het gewenste resultaat oplevert. I think it took no more than 3 years to see that the Ayatollah was not going to be the one to deliver all the promises that the poets and the writers had made. And that this revolution was not a revolution about freedom or democracy. He had every intention to take back the rights that women had gained under the Shah. Vrouwen demonstreerden al direct na de revolutie tegen de verplichte hoofddoek en andere religieuze wetgeving. Roya herinnert zich een warme dag in Teheran, zwetend onder haar bedekkende kleding. And it was Ramadan and therefore, they had shut down all the public fountains and you were not allowed to take a sip of water or go to a restaurant. There were no restaurants that were open. And I remember walking on the streets, totally thirsty, completely sweaty and angry, thinking that I didn't care what was going to happen. Even if it meant that I had to die, I wanted the regime to go. Het activisme van Roya en Daria tegen het regime wordt dus in hun jeugd gevormd. Daria, in 1999, student tandheelkunde, gaat de straat op. Als tweederangsburger, als vrouw, moeten doorgaan heel je leven, dat vonden wij onaanvaardbaar. Wij wouden geen theocratische regime, wij wouden een scheiding van religie en staat en dan zijn wij massaal op straat getrokken. Daria wordt opgepakt en verblijft 22 dagen in de gevangenis. Ze komt op borgtocht vrij. Ze zoekt vervolgens haar ondergedoken man op en het tweetal vlucht via Turkije naar België. Er waren heel veel studenten die op hetzelfde dag werden opgepakt als ik. En jammer genoeg zijn er tussen die studenten mensen die nooit meer terug zijn gekomen. Die zijn onder marteling gewoon dood gegaan. Als je zoiets weet, het is je verantwoordelijkheid de stem te zijn van die mensen die nooit gehoord worden. En dat heb ik ook geprobeerd hier in het Westen te doen door actie te voeren voor de Iraanse vrouwen en voor de mensenrechten in Iran. Na haar vlucht wordt Daria bij verstek tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld in Iran. Roya vluchtte 14 jaar eerder, in 1985. I was not afraid. I was incredibly sad. I loved Iran. I thought
that it was for my generation to stick around and try to better the situation, change the situation. I felt extremely attached. I had already begun writing in Persian. So I was just extremely devastated. Nu verklaren zowel Roya als Daria hun onvoorwaardelijke steun aan de betogers in Iran. Ze zijn blij met mensen als vechtsportster Kimia Alizadeh. Zij keerde het regime in januari de rug toe. Ze is de enige Iraanse sportster ooit die een Olympische medaille won. Dat deed ze ondanks vele belemmeringen van het regime. Een vrouw die haar benen spreidt is niet eerzaam, liet de Ayatollah weten. Maar tegelijkertijd werd er wel gepronkt met haar prestaties. Met het propaganda van kijk wat een moslimvrouw met een hoofddoek kan realiseren. Terwijl een hoofddoek was nooit, tenminste was nooit haar eigen keuze geweest. Die vrouwen die zijn zoals wij hier in het Westen willen zijn. Maar hoe zit het met de vele mensen die op de been waren bij de rouwstoet voor generaal Soleimani? Zijn dit conservatieven of zijn ze op de been gebracht door het regime? I think one of the things that every dictatorship masters the art of is how to bring a big crowd into the middle of the streets. Stalin could do it at a heartbeat. Mao could do it. It's what they know how to do best. It's not very hard to gather a very big crowd in a country where there is rampant repression. Given the unequal circumstances, there is no way to measure who is more popular and which side can draw out the bigger crowd onto the streets. Roya en Daria zien dat demonstranten in alle Iraanse regio's, van dorpen tot steden, de straat op gaan. Wij waren hetzelfde. Wij kennen het probleem van elkaar. Dus wij zijn al lang een grote groep. Ik begrijp heel goed die mensen. En de reden is dat je moet één keer onder de wetgeving van Sharia leven om te kunnen erover te spreken. You now see people from villages, small towns, for one major slogan chanting the same thing. And all are saying, not that they want reforms, not that they want the oil prices to be reduced, not that they want, you know, unemployment rates to fall. They want the supreme leader to step down. And that's a fundamentally different place than they have ever been in the past.